even lekker ontbijt. In het restaurant van de hotel zelf. Ik weet niet waarom, maar ik ben heel erg moe. Maar ik wil eventjes wat eten om energie in mijn system te hebben. Dus ja, ik ga even kijken wat ze te bieden hebben. Hi. Het restaurant was net dicht. Dus we hebben even gelegen op bed. En we gaan nu bij de bar een tosti eten met een smoothie. En ben je mij aan het filmen? En daarna weet ik eigenlijk niet wat we gaan doen. We hebben echt een plan. We hebben eigenlijk, ja, doei, laat maar. Ik ben echt moe. Anyways, waar is het dicht? Helemaal ergens. Wat wil ik vertellen? We hebben ons klaargemaakt. En we gaan naar Heraklion toe. We zijn wel wat eerder buiten omdat housekeeping kwam. Dus we moesten eruit. En ik zal jullie zo meteen even mijn outfit laten zien. Outfit filmen. Dit is mijn outfit. Hij zakt wel een beetje naar boven. Kruip naar boven. En een open bag. En ik heb mijn Air Force aan. En een tasje ook van de... Hey guys, we zijn lekker bij een tentje gestopt voor een lekkere ijskoffie en een crepe. We zijn in de Sephora geweest. Dat was echt niet te doen met filmen en al die dingen, want die mensen die komen echt als hyena's op je af. En we gaan even dit eten en dan misschien nog even wat rondlopen en dan zien we wel. Ja, het is wel glowy. Ik heb vandaag alleen mijn wenkbrauwen gedaan en bronzer op. Nou, onze crepe is er. Ga even weg. Nou, die vliegen zijn echt hinderlijk. Ze hebben wel chocoladesaus overheen gedaan. Maar ja. Is makkelijk. Is makkelijk. Is makkelijk. Jongens, we gaan ons laten tekenen. Niet zomaar. Ik laat ze op het wel zien. Misschien gaat hij wel hele grote tieten bij ons zetten. Dat doet hij bij die andere ook. Dan kan ik tenminste mezelf zien met grote tieten. Ja, helemaal stuk. Nou, ik ben benieuwd, jongens. Look at me, Kwan. Look at me, Kwan. Look at me, Kwan. Kijk eens zo. Er zit toch een vis daar. Oh mijn god, wat leuk. Nee, echt leuk. Oh my god, ja. I love your reaction. Oh mijn god. Kenzo nog erbij. Dat is zo leuk. Maar waarom heb ik een gele jurk eigenlijk? Hoe cute is deze bril, jongens? Een soort van Balenciaga. Oh, focus. Nou, hij wil niet focussen. Maar je hebt hem dus ook in een lichtere kleur. Super cute. En deze. Het is wel heel cute. Deze. Of deze. Nou, we zijn even in de winkel in de supermarkt. We gaan wat boodschappertjes doen. Lukt het? voor op de kamer. Voor als we in de ochtend honger hebben of in de avond honger hebben. Dat we gewoon even iets hebben. Zoals brood. Een beetje beleg. Huh? Zo, jezus. Het is wel normaal. Goedemorgen iedereen, het is vandaag. Is het vandaag vrijdag? Ja. We zijn hier al bijna een week. Nee, wat zeg ik? Daarom, wou net zeggen. En we gaan nu de bus pakken naar Heraklion. En dan gaan we naar...
We gaan de bus pakken om naar Heraklion te gaan. En dan de bus naar Mercedes om mijn camera te lenen. Ik heb hem gisteren niet opgeladen. Dus hopelijk redt hij het. En we gaan vandaag en we gaan nu nog iets van 15 minuten lopen naar het strand. En ik hoop dat we ook even lekker kunnen liggen op het strand. En geserveerd kunnen worden met een lekker drankje. Dat was wel heel erg leuk hoor. En we hebben ook een filmpje gekocht. Dus die hebben jullie denk ik nu al gezien. Net het? Ja. We zitten nu bij een heel leuk plekje. En we gaan even lekker eten. Ik wilde even iets nieuws eten. Toen dacht ik, nee, laat maar. Zeker gewoon margarita. Ik heb een pizza margarita genomen. En een American sour. Dus ik ben benieuwd of die lekker is. Dus ja. Onze amaretto is arrived. Ik ben zo benieuwd of het lekker is. Want niet iedereen kan dit goed maken. Ik had nog allebei een heel leuk hoedje meegenomen voor een leuke foto. Maar ja, we moeten natuurlijk dit gewoon op. Dat was even vergeten. Het is weer de next day. En ik zit er niet uit. Tenminste, ik heb wel gedoucht en al. Maar mijn haar zit echt als een rotzooi. Gisteren trouwens ging mijn camera, zeg maar. Als je hem zeg maar aandoet, dan gaat zeg maar dat lens dingetje dat het beschermt. Dat ging dus voor de helft maar open. Dus ik dacht, oh mijn god, mijn camera is voor nu echt kapot. En al deze dagen, ik weet niet of dat door de hitte komt. Dan als ik mijn camera zeg maar nog niet had gestart, dan zag je alleen maar heel veel wit of zo, of heel zwart. Dus ik dacht, nou deze camera gaat echt binnen nu een paar dagen kapot gaan. Maar hij doet het nog. Hopelijk houdt hij het vol voor de rest van de vakantie. Wat wil ik vertellen? Vandaag gaan we naar Beachcomber. Ik ben al eerder in Griekenland geweest en toen was mijn hotel tegenover Beachcomber. Dat is dus een restaurant waar je lekker kan eten. Maar je kan ook gewoon bij het strand zitten. Het is echt amazing. En in die buurt kun je ook gewoon naar leuke winkeltjes gaan en zo. Dus dat gaan we doen. En we hebben een auto gehuurd. Dus we kunnen lekker op ons eigen tijd, eigen tempo daar naartoe gaan. En vanavond gaan we naar een soort van shisha iets, lounge, eten, dingen. Dus ja. Oké, guys. Oeh!
We zitten in de auto en we gaan naar Beachcomber. Mijn haar is gewoon helemaal kibby. Pluizig geworden. Dus ik moet echt een doek kopen of zo om op mijn hoofd te zetten. Zo, op mijn hoofd te zetten. Okay guys, we have arrived. We moeten een stukje lopen. Ik krijg gewoon helemaal kriebels in mijn buik. Want het restaurant is echt mijn favorite in the whole wide world. En mijn hotel, mijn oude hotel is daarachter. Dat is ook een mooi hotel. Cactus. Here it is. Beachcomber. Gearriveerd op onze tweede destination. Oh, ik zie er echt niet uit. En we gaan even eten. We zitten nu bij dit. Sirocco. En dit is aanbevelen door een vriend van Kimberly. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. En we zitten bij het strand. Heerlijk. Hello guys. Het is al wat later. Het is avond, het is 10 uur. We hebben gechilled in de kamer na het eten. En ik ben al heel de dag misselijk. Maar ja, we moeten wel even wat eten voordat we gaan slapen natuurlijk. Kimberly is ook aan het vloggen hier op de telefoon. We gaan kijken of we naar de McDonald's gaan of iets anders gaan eten. Maar ik moet echt even iets fris eigenlijk eten. Want er zit echt kots in mijn keel. Ik heb ook vanmiddag gekotst. In het restaurant wel gewoon op de wc. Toen kwam er alleen maar orange juice uit. Sorry voor de details. Dus ja, dat is net zo nice. Maar ik denk dat het komt door het warme weer. Altijd als het warm is, gebeurt er iets. Ik heb ook allemaal vlekken op mijn been. Laat ik morgen wel even zien als ik dat nog steeds heb. Anders laat ik even een foto zien. Want ik had het 2 jaar terug dat ik het ook. Als het te heet wordt, dan mijn lichaam kan niet handelen door dat koude weer in Nederland. Maar ja. We zien straks wel waar we zijn beland. Nou, we zijn gearriveerd op een beach. En we konden het eerst niet vinden. We gingen echt in een onbewoonde, verlaten downroad plek. En hier heb je heel veel heuvels op en down. Maar uiteindelijk zijn we aangekomen. En we gaan even kijken of we hier ergens wat kunnen eten. Het ziet er best wel dicht uit, maar het is wel heel mooi hoor. Hier zo, het is een mountain met allemaal huizen erop. En ze hebben heel veel van die infinity pools en weet ik veel wat. Nou, en dan nog het uitzicht op het strand. Wowzers.